In ieder geval zal het geen gemakkelijke partij worden. We hebben al gezien in de afgelopen weken dat Cercle een heel moeilijk bespeelbare ploeg is. En ja, dat komt natuurlijk door hun pressing. Ze hebben een attitude van heel veel voorwaartse press te zetten. Dat wordt ook geëist in hun principles van de club. Dus ja, dan weet je dat het een moeilijke wedstrijd wordt. We hebben een aantal dingen voorbereid om proberen uit die druk te spelen. Maar kom, we moeten dan toch proberen de snelheid van uitvoering hoog te houden. En dan ook stevig achteraan, solide blok vormen, zoals we ook verleden week gedaan hebben. En dan hopen we ook natuurlijk, elke wedstrijd creëren we wel iets. Dus we gaan ervan uit dat dat morgen ook uitgevallen zal zijn. Ik denk dat het voor hen toch wel wat iets meer is nog van moeten. En van ons is het misschien van echt heel graag te willen. Dus dat is wel een verschil. Het kleinste foutje kan daarvoor echt wel afgestraft worden. En dat zij dan misschien een klein beetje meer die druk hebben dan wij, zal zeker misschien wel meespelen. Ik heb vooral positief nieuws en dat iedereen terug fit is. Cameron is ook terug bij de ploeg. Brecht Capon komt terug. Fanos is er terug bij. Dus bijna Hans de Kern topfit. En zo heeft een trainer het wel graag. Een speciale terugkeer. Zo lang ben ik er natuurlijk ook niet geweest, maar ik werd daar wel op handen gedragen door de supporters. En we hebben toch een fantastisch parcours gedaan. Het jaar erop was er natuurlijk iets minder naar puntengewin, maar wel na goede matchen gespeeld te hebben. Het is een mooie vereniging, het is een mooie club en ik wens ze ook het allerbeste toe, maar dan misschien niet morgen.